Goedenavond lieve kijkers, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Dan Presents. Vandaag op de rode stoel twee gasten, Thijs en Noah. Hey, Thijs en Noah. Welkom in het verre Den Haag. Jullie hebben allebei volgens mij anderhalf uur moeten reizen om hier te komen. En allebei hele andere uithoeken. Waar kom je vandaan, Thijs? Ik kom uit Castricum, Noord-Holland. Waar ligt dat? Noord-Holland? Ja, het ligt iets boven Alkmaar. Oké. En Noah? Ik kom uit Brabant, bij Gemert. Gemert. Bij Helmond / Eindhoven in de Bucht. Oké. Okay. Eindhoven de jekste! Maar, jullie zijn hier te gast in Dan Presents. En dat komt omdat ik jullie heb uitgenodigd, omdat jullie natuurlijk mee hebben gedaan aan The Voice Kids van afgelopen seizoen. En jullie hebben het tot de finale geschopt. Ja. Team Ilse, Team Borsato, als ik me niet vergis. Ja. Nog altijd blij met de keuze voor de teams? Ja, heel blij. Ja, allebei heel blij. Geen spijt? Nee, zeker totaal niet. Nee. Nice. Hebben jullie nog veel, veel leuke dingen uitgehaald? Ja, zeker weten. Ja. Vooral heel veel nieuwe vrienden. Uh-huh. Ja, dat zeker. En dat natuurlijk gewoon de ervaring. Ja, en je krijgt er nu ook weer natuurlijk optredens van, omdat mensen je hebben gezien. En gewoon heel veel mensen die jou ineens kennen, die dat als eerst niet, weet je, dat je over straat loopt en dat iemand jou herkent, dat is wel heel nieuw. Dat is wel heel grappig, hè? Ja, dat is wel heel cool. Heb je het voor je, worden jullie vaak herkend? Soms. Ja, soms. Dat je op straat loopt en vaak mensen die zo kijken van... Hè? Ja, vooral mensen die dan je nakijken. Ja, of achter dan... je rug. Ja, dat is nou... Ja. Ik heb dan liever dat ze wel iets zeggen. Ik had het gisteravond nog in de trein, dat er mensen zeiden van... Ah oh ja, dat is Daniel. Ja. Alsof ik dat niet hoor. Zeg maar. Nee, ja, dan denk ik zeg maar gewoon niet. Ja. Dat vind ik juist leuk. Dat is juist leuker inderdaad. Hè? Ja. Nee, Dan Presents is natuurlijk een stukje muziek en een interviewtje. En interviewtje is eigenlijk meer voor de mensen om jullie beter te leren kennen. Dus ik ga even weg van het topic muziek. En ik ga jullie vragen, hoe oud zijn jullie? Ik ben 12. 14. En welke school zitten jullie? Jij zit dus waarschijnlijk in Castricum en jij in Gemert? Ja, in Gemert. Oké, en welke klasse? Ik zit in de eerste nu, brugklas. Ik zit in de tweede. Oké. Okay. En welk niveau doe je? VWO. Oké, allebei VWO. Kijk, we hebben slimme kids. En dat gaat allemaal goed, want de zomervakantie komt er bijna aan. Dus ga je over? Ongeveer. Dus het gaat... Moet nog een beetje hard werken, maar dat komt goed. Ja, dat gaat goed komen, zeker met dit weer. Ik bedoel, het is nu 30 graden buiten. Het is echt wel. Kijk, we zitten hier een beetje boven in de kamer. Dus het is een goede 35 graden hier. Niet te doen. Dus we zijn lekker aan het zweten. We gaan vandaag een liedje zingen. En dat is een... jullie mogen eigenlijk vertellen wat het is. Nou, dus we gaan een mix doen van twee... Nee, echt wel. Jawel, wel een twee... Nee, ja, niet echt een mix. We beginnen met één nummer. Ja. En dan gaat het een beetje... Over. In een ander nummer. En dan gaat opeens. Gaan er allemaal liedjes doorgaan? Oh ja, dan komen we allemaal. Mogen we. Moeten we zeggen? Ja, je mag, nu, mag nu zeggen welk nummer het zijn. Nou, als eerste doen we dus. Sorry van Kensington. Precies. En daarna? dan hebben we. Wacht, weet je ook? Cold Water. Oh ja. En Justin Bieber. En dan komen er allemaal Justin Bieber mix. Ja. Met drie of zo. Ja. Het is eigenlijk een hele gekke mix van liedjes. Maar. Ja, ik weet niet. Ik wilde gewoon iets waar iedereen een stukje in had. En dat we zowel solo leuke dingen konden doen als meer stemmig en misschien door elkaar heen en zo. Ja, en wat mij betreft is dat wel redelijk gelukt. Ja, dat is echt een toch? Ja, het wordt echt een hele vette video. Ik ben heel erg benieuwd. Als jullie hem hebben gezien, deel hem even. En subscribe natuurlijk even op het kanaal, want er komen nog veel meer vette video's aan. En er staan natuurlijk ook al een heleboel vette video's. Want dit wordt denk ik episode nummer 25 of 26 alweer. Dus we gaan al richting het jubileum, het 25 jubileum. Jullie zijn allebei wel redelijk... toch wel role models. Ik bedoel, dat is echt zo. Nou. Ja. Nee, maar mensen kijken naar jullie op. Jullie hebben toch wel iets heel tofs gedaan. Is er iets wat jullie kwijt willen aan jullie fans? Iets waarvan je denkt van, dat, ja? Ja, okay. Nou, ik heb heel vaak dat mensen naar me toe komen. Uh-huh. Van, ik zou me ook zo graag willen opgeven, maar ik kan dat helemaal niet. En ik vind het heel eng. Maar je moet het gewoon doen. Want ook al ben je niet door, ik bedoel, je hoeft ook niet per se in de finale te staan. En het is gewoon een super gave ervaring met iedereen. En zelfs de voorrondes waren al super leuk. Ja. En het is gewoon, je moet het gewoon proberen. En als het niet lukt, nou dan lukt het niet. En als het wel lukt, dan is het gewoon super cool. Goede ervaringen dus. Ja. Nou, je hebt ook mensen die je kent of niet kent. Maar heel veel mensen die gewoon een beetje neutraal willen blijven, zeg maar. Die heel goed kunnen zingen, maar niet alleen zingen, maar ook heel veel andere dingen kunnen doen. En die denken van, ik doe niks mee. Dit is voor andere mensen. Ik kan toch niet zo goed als die andere mensen. Maar ik vind dat je wel gewoon moet proberen, want
daar kan je iets heel moois van uitkomen. Dus ja, en als je het tot de blinds haalt, dus dat je blind mag doen en dan misschien wel niet door bent, dan heb je nog steeds daar gestaan en dan mag je naar Disneyland natuurlijk. Ja, dat is echt de moeite waard, hoor. Gewoon voor Disney gewoon. Allemaal voor Disney, nee, maar ja, ook Disney de ervaring. Was ja, Disney was echt leuk. Dat was echt super. Het was echt heel cool. Ja, want je bent natuurlijk opeens met allemaal zingende mensen en allemaal mensen die een beetje dezelfde visie hebben en zo. Nou ja, het is ook heel stom, want het was best, wanneer was het ook alweer? Het was best fit. Het was wel best vlak voor de finale, toch? Ja. En toen moesten we dus, volgens mij 2 weken voor de finale show. En dan moet je natuurlijk wel je stem sparen en zo. Nou, dat lukte dus totaal niet. Oh, dat vond ik zo moeilijk ook. Heel mijn stem was weg naar Disney, dus ik had echt een probleem. Dus ik moest ineens weer voor mijn stem zorgen en zo. Oh, dus, jongens. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Dus Disney was leuk. Wat wil je laten worden? Want ik krijg echt de meest uiteenlopende antwoorden op deze vraag. De ene zegt van ik geloof niet dat ik het red in het muziekvak, dus ik word jurist. Dat heb ik wel eens gehad. Of rechter of zo. Dat lijkt me heel tof. Nou, dus dat heb ik wel eens gehad. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, ik wil zangen. Nou, ik heb wel iets in die richting. Ik weet dat het vak zanger of zangeres, maar voor heel weinig mensen is weggelegd. Ja. En ook dat musicalster, omdat ik natuurlijk ook musicals doe. Dat is gewoon heel moeilijk om daarin in te rollen, zeg maar. Ja, en het lijkt me super cool om daar ook erbij, om het gewoon erbij te doen. Maar het lijkt me heel leuk om kinderpsycholoog te worden. Kinderpsycholoog? Wow. Ja. Okay. Nee, hè? Dat is toch hartstikke top. Ik bedoel, dat soort verhalen vind ik hartstikke leuk. Ja, dat is echt iets voor jou. Ja, ik hou erg van praten. Ja. en ik hou ook erg van kinderen. Bijvoorbeeld nu, toen ik nog in groep 8 zat op het schoolplein, mochten we altijd op de kleuters passen, weet je wel, in groep 8. Oh ja, leuk. En dat vond ik zo leuk. En dan die kinderen gingen je allemaal helemaal verhalen vertellen van, ik heb gisteren al een koekje gegeten. Ik ging helemaal zo naar, dus dat lijkt me heel erg leuk. Dat vind jij te gek. Oké, leuk, kinderpsycholoog. Dus dan moet je over 5 jaar ga je lekker in ieder geval psychologie studeren en dan waarschijnlijk daarin verder en dan specialiseren. Ja, dat hoop ik. Maar weet je, ik heb nog genoeg tijd om erover na te denken. Ja, het is allemaal, je hebt meer dan genoeg tijd. Ja. Noah, ik ben ook wel benieuwd. Ja, in eerste instantie zou ik toch eigenlijk ook wel zangeres willen worden. Ik wou zanger zeggen, maar... het is gewoon, zoals Thijs al zegt, dat is wel heel moeilijk. En er zijn er heel veel die het willen en maar... Een paar die het uiteindelijk ook echt maken. Die slagen, ja. Dus ik zou ook heel graag basisschooljuffrouw willen worden. Oké. Ja, ik ben je ook echt wel. maar in ieder geval niet middelbare school, dat vind ik echt verschrikkelijk. Het lijkt me ook helemaal niks, moet ik zeggen. Nee. Al die pubers om je heen. Ja, het lijkt me ook leuk om iemand iets uit te leggen, maar vooral gewoon bij kinderen en om iets te leren. Ja, dat lijkt me echt leuk. Ja. Ja, dat is echt tof. Dan kom ik bij een van de laatste vragen aan. Hebben jullie ook negatieve reacties gehad door The Voice? Tuurlijk, ja. Ja? Ja. Nee, ik eigenlijk helemaal niet. Nee? Nee. Oké. Misschien dat... echt maximaal 2 mensen of zo. Ja, nee, niet veel, maar het is natuurlijk wel... Oh, iets. Ja, als je bijvoorbeeld over 100 reacties van wow, het was zo gaaf... Dan 2 reacties krijgt die zeg maar negatief zijn. Ik heb er echt nog geen gelezen. Die onthoud je natuurlijk het meest. Ja, maar nee, ik vond echt... dat viel eigenlijk heel erg mee. Want ik had eigenlijk wel verwacht, meestal als je... opvalt in iets, weet je wel, dan krijg je vaak ook negatieve reacties. Ja. Want als je opvalt, dan gaat gelijk iedereen alles van je kijken. Als jij iets fout hebt aan je benen of zo, dan gaat iedereen daar gelijk op iets van zeggen. Ja. Terwijl als je gewoon hier op straat... Mooi voorbeeld ook. Ja, goed voorbeeld. Maar ik vond eigenlijk heel erg meevallen van wat ik had verwacht dat er zou komen. Ja, oké, nou dat is fijn. Thijs, jij wel. Ja. Ja, nou ja, natuurlijk krijg je wel eens negatieve reacties. Uh-huh. Dan ben ik wel benieuwd wat je dan krijgt. Nou, het is natuurlijk nu, omdat je natuurlijk wel een jongen bent. Uh-huh. En je ziet natuurlijk niet heel veel jongens die zingen en acteren en dat soort dingen. Dus dat wordt dan heel snel als dat je homo dat bent vinden op, mensen, opgevangen. Ja, dat vinden mensen gek of zo. Ja. Dat kunnen ze niet helemaal plaatsen. Nee, dat kunnen ze niet. Dus dat, ik snap het wel. Want voor sommige kinderen is dat natuurlijk ook gewoon heel raar. Ja. Want die zijn opgegroeid in de voetbal. Ik vind het echt heel erg onzin. Nou, ik denk dat dit een mooi moment is om even tegen iedereen te zeggen van jongens, het is juist vet om als jongen te kunnen zingen. Ik vind het heel stoer juist. Ik bedoel, ik heb je niet voor niets uitgenodigd, want ik vind jou echt, ik zag jou Blind Audition en dacht wow, deze gast moet echt sowieso de show hebben. Dus ja, ik vind het juist, ik vind het onzin dat jongens per se moeten voetballen ofzo. Ik bedoel, ik ben zelf ook zanger en ik ben al wat ouder en dan wordt het opeens wel getolereerd. Ja. Belachelijk. Ja, maar ik vind het heel stoer juist dat hij dat durft. En ik weet dat al die stoere jongens dat echt maar heel weinig dat zouden durven. Dus ik vind juist wel... Ja, juist die credits. Ik bedoel, ik heb
toen ik jouw leeftijd was, heb ik ook wel gezongen. Maar nooit echt als leadman hoor, dat durfde ik niet, echt niet. Dat was echt niet oké. Okay. Ik zat achter mijn pianotje en deed wat backing zang, maar daar bleef ik bij. Nee, maar dit is een goeie dat we dat even aanstippen van het is juist hartstikke vet als je als jongen kan zingen. Hoe jong ook en hoe hoger, hoe vetter vind ik juist. Van, ja, ik vind het zin. Echt heel cool. Dat je juist hoger kan zingen dan bepaalde meisjes, had ik vroeger ook altijd. Ik heb zelfs nog dingen op SoundCloud staan dat ik oh, dus de tweede stem pak en dan gewoon boven het meisje moet zingen. Oh, dus dat is, ja, dat is hilarisch. Dat is wel echt heel cool hoor. En dat is ik vind het juist heel cool. We gaan afronden. Ja. Noah Thijs, helemaal fantastisch dat jullie hierheen zijn gekomen. Ja, vanuit het verre kastje met je. Heel leuk. Ik hoop dat jullie een leuke dag hebben gehad. We hebben vandaag natuurlijk een video opgenomen, hebben we nog niet eens genoemd, met Sanne, Loekie en Max. Ja. Die doen ook mee, maar omdat ze al eerder in de show zijn geweest, hebben zij natuurlijk nog niet een interview gedaan. Lieve mensen, subscribe. Deel het filmpje als jullie het leuk vonden. Ga je natuurlijk Thijs en Noah volgen. Ik zeg, zet alle links zet ik hier in de beschrijving, zodat je ze kan vinden. Er zit hier een vlieg. Goed. Maakt niet uit, we gaan gewoon door. Hij vindt het zo leuk. Zie jullie volgende week. Want we hebben volgende week natuurlijk weer een gloednieuwe gastartiest. Joe!